Ja, lieve vrienden, een hele goede morgen. Het is vandaag alweer vrijdag, 6 september. Ja, ik ben nog steeds half, maar het maakt me ook niet uit. Ik heb mijn eten al op, mijn koffie heb ik nog staan. De diertjes hebben het eten al gehad. Rebecca is boven bezig. Dus ja, we gaan gewoon weer door met die banaan. Ja, toch? Straks om 12:30 moet ik bij fysiotherapie wezen en de zon zal weer beleven. En ik heb geen afbericht gehoord van Astrid, dus die zal vanmiddag ook wel komen. Nou ja, dan zien we wel wat de dag ons brengen gaat. Ja, toch? Ik wens jullie in ieder geval heel veel plezier. En het is vreemd weer, de zon schijnt, het is bewolkt. Af en toe denk je van, nou, er komt 7 dagen onweer. Zo erg ziet de lucht er dan uit. Maar tot op heden nog niet, nee. Maar oké, ik zou zeggen, geniet ervan en we spreken elkaar heus vandaag later nog wel weer. Doei doei! Kijk, er gaan. Bij de fysiotherapeut op de fiets. Hartstikke goed, zwaai maar even. Hoi hoi! Gaat doei doei! Doei doei! Gaat goed! Yes! Toppie! Helemaal top! Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Ja, gelukkig wel. Ik ben back af, ik krijg mijn jas niet uit met één hand. Maar ja, kan straks wel. Die is natuurlijk ook weer reuze blij. Hé? Ja, die maakt er weer een zootje ervan. Maar ja, ze hebben me nou eventjes op de vlog genomen terwijl ik op de fiets bezig was, op de home trainer. Dit was de invalster van Frans. Die vindt het ook niet erg om het te doen, maar mogen geen anderen in dat lokaal aanwezig zijn. En dan mag het. Nou ja, is gelukt. Was leuk. Ondanks dat ik niet in orde ben, was dit wel weer een onderbreking van de dag. Nou ja, en ik verwacht Astrid. Dus ja, we merken het wel. Ja of nee. Dus ik zou zeggen, ik ga mijn jas uitdoen. En ik ga mijn hondje even krullen. En dat boel opruimen. En dan een bakje koffie maken. Daar ben ik wel weer aan toe. Ik zou zeggen, tot vanavond. Doei doei! Ja, lieve vrienden, helaas komt Astrid niet. Nee, die is nog steeds ook ziek. Ja, de ene duurt lang, de andere duurt kort. Die is met een paar dagen is het weer beter. Maar bij Astrid duurt het eenmaal lang. En ze moet nog rustig aan doen. Had haar huisarts gezegd. Dus ja. Maar dat maakt niet uit, heb ik dus te meer. Ja toch? Ja. Vind ik helemaal niet erg. Ieder moet gewoon op zijn manier uitzieken. En ja, als je zegt het is besmettelijk, nou ja, het is een virus. Nou ja, altijd is een virus besmettelijk. Zelfs verkoudheid, gewoon normaal verkoud, is al besmettelijk. Want je, die bacteriën, die verspreid je rond. Maar je bent niet ziek verder. Maar je steekt wel een ander aan. Ja, nou en het heerst gewoon. Kom op, schiet op, ga door met die banaan. Ja, niet zielig doen hoor, daar hou ik ook niet van. Nee, gewoon doorgaan en ziek of niet ziek. Vroeger moest ik dat ook hoor. Ja, hup, naar school toe. Je hebt geen koorts, ga je rustig naar school toe. Simpel. Nou ja, dat werd er gedaan en ik was niet de enige. Bijna iedereen, geen koorts, hup, naar school of hup, naar je werk. Ja, waarom ook niet. Maar oké, ik ben en zo ben ik nou eenmaal en de andere is weer anders, die is zwak en oké, ik ben ook wel zwak, maar ik ga wel door. Ook al ben ik ziek er niet uit, ik ga wel door met het ding. Ik ben nou ook aan het renderen. Nou, ik ben in fysiotherapie geweest. Dus ja, dat weet je ook wel weer. Dan ga je ook weer van de pijn. Nou, doorgaan. En dat ding, dat rendert wel. En ik moet zo meteen nog meer filmpjes uitzoeken. En dat wordt nog een hele klus ook. En dan moet ik ook weer mappen voor maken.
met de dagen en datums, zodat het allemaal klaar staat, dat ik het kan renderen en dan naar YouTube kan brengen. Dus ja, het komt allemaal goed. Deze is bijna klaar, kan die ook naar YouTube voor vandaag. Nou, dan ga ik er nog eentje renderen. Dus het komt allemaal wel goed. Ja hoor, ik heb nog genoeg te doen. En dan wil ik nog een plaatje maken of zo. Ik zie wel. Ik heb ook nog plaatjes klaarstaan. Ik moet ook nog plaatjes in mijn groep zetten. Die heet Mijn Plaatjesparadijs. Mijn Picture Paradise. In het Engels, zoiets geloof ik, als ik dat goed uitspreek. Hij heeft dus twee namen, zowel in het Nederlands, zowel in het Engels. Dus ja, komt allemaal goed. Omdat hij nationaal is, dus iedereen komt daar binnen. En het is een openbare groep en toch moet ik ze toelaten of ze erin mogen, ja of nee. Zo heb ik dat gedaan. Dan kunnen ze wel kijken, ze kunnen reageren, maar ze kunnen, geloof ik, dan dacht ik niks beginnen. Maar oké, maakt allemaal niet uit. Ik heb meerdere groepen dan enkel dat. Ik ken de 50-plus, de babbelaars. Er is een groep in mijn schoot geworpen, die vrouw die komt niet meer aan, die heet Bijbabbelen. Nou ja, oké, de babbelaars die voor mezelf een bijbabbelen was van die andere vrouw, maar is nou voor mij. Maar ik doe het voor haar. Haar naam staat er ook nog steeds bij in dat ik het voor haar doe. Ja, want ik heb gewoon heel veel respect voor dat mensje, dus ja. Komt ook allemaal goed, lieve vrienden. Ik ga koffie maken en wat lekkers erbij. Ik heb al worstjes gebraden, gebakken, laat ik het zo maar zeggen. Die Astrid eigenlijk wou hebben. Nou, ze had nou pech. Ja, ik heb in de vriezer nog, maar in de koelkast, die zijn nou gebakken. Die heb ik in de super gedaan. Nou, nu weet ik nog niet wat ik wil eten. Ik zat aan broccoli te denken, maar ik denk, nee, laat dat nog maar eventjes leggen. Kan ik zondag ook nog wel eten. Daar heb ik nou even nog geen zin in. Maar dat komt ook allemaal wel goed. Ik zie wel wat ik eet. Ja, overslag. Ja. Maar oké, lieve vrienden, geniet verder van jullie een middag. Het is 14:43. Ja, en ik zou zeggen, geniet van de rest van je middag en we spreken elkaar later. Doei doei! Ja, lieve vrienden, het is koud. Ik heb mijn jasje, mijn zomerjasje, maar even aangedaan als vest, want mijn vest hangt boven. Maar dat wordt weer te warm. Het is inderdaad bar. Ja, het regent hier. Het zal bij jullie ook wel regenen, denk ik. Ja. Als het morgen dit weer is, gaat deze dame dus niet op pad om te gaan vloggen daar in de Schoten, in die andere wijk, waar wat te doen is. Want dat valt in het water. Oké, het is wel weer een markt bij een vijver en weet ik van wat er allemaal is. Muziek is er. Dus het is wel gezellig, maar als het regent, gaat ik er niet heen hoor. Andere jaar komt het weer, het is er iedere jaar, dus dat zien we dan wel. En nee, ik ga me niet nat laten regenen voor een pleziertje. Nee, dat doe je niet. Dan blijf je lekker thuis. En aangezien dat ik meer dan genoeg te doen heb, ook qua films uitzoeken, etc. En dit is nog niet een waterdichte camera. Anders had ik misschien wel uitgekund. Maar hij is niet waterdicht, dus dat gaat het hem niet worden. Nee. Ik ben bezig met koffie. En ik heb een plaatje gemaakt van Indianen, dat ik ga lekker even op Facebook zitten te hangen en wat van televisie genieten en van mijn diertjes genieten. Grodel die ligt lekker lief op de bank. Kanalf is binnen. Ja, die is binnen. Ik neem jullie even mee, dat hele zwaar gewicht, want ik heb een bedelant erbij, want het wordt weer donkertjes, hè. Ja, kerel, of niet dan? Hé. Hey. Hallo. Nee, dan moet je daar wezen. Hier ook. Hallo. Koekenbakker. Daar. Mafia, daar. Gaat hij er gaan snuffelen, mafbeestje. Jij. Lekker ding. Ja, het is druilerig baan, er is echt niks aan. Maar ja, wat doe je eraan? Twee keer niks.
Nee, ik kan niet mooi weer blijven. Hè? De boeren hebben ook wat nodig. Ja, de boeren hebben ook wat nodig. Hoe moet ik nou weer zitten met dat lichtinval? Oh, 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 oh. Nou ja, zo zien jullie. Het is nog vroeg. Het is 19 minuten over 4 en het wordt in huis al schemerig. Maar ja, kan ik ook niks aan doen? Nee. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen gaan. En we horen elkaar later wel weer. Ik zou zeggen, eerst smakelijk eten. Ja, bon appetit. Voor vanavond een hele fijne, liefdevolle avond. Degene die te gaan stappen, nou, veel plezier ermee. Voor degene die niet gaan stappen, nou ja, ga lekker televisie hangen of wat anders, of Facebook, weet ik van wat jullie allemaal doen. Maar in ieder geval veel plezier daarmee, ja. En ik zou zeggen, voor laat op de avond, welterusten, met mooie dromen. En morgen weer gezond uit je bed zien te komen. En dan zien we elkaar wel weer. Ik zou zeggen, tot dan. I got no rules, I count them.